Het is heel goed dat wij kijken naar de mensen in Groningen, maar het is niet goed om niet te kijken naar 7 miljoen aansluitingen in Nederland en 17 miljoen mensen die allemaal dat gas gebruiken om te koken of om te verwarmen. En ook een zeer groot aantal mensen in Duitsland, België en Frankrijk waar hetzelfde voor geldt. Dus we moeten ook kijken of we daaraan tegemoet kunnen komen om de problemen die dat voor hen dan weer oplevert, om die beheersbaar te krijgen. Dat moet ik dus ook onderzoeken. En wat ik ook moet onderzoeken, is hoe we de financiële gevolgen kunnen opvangen.